Roadtrip. Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend techniekgod Sven. Goedemiddag. En onze gast van vandaag is een van de drijvende krachten, zo niet de drijvende kracht, achter de Jesco Auto Training School. Overstuur, onderstuur, aquaplaning, het heeft voor hem geen geheimen meer. En wij hebben aan de lijve mogen ondervinden dat hij die geheimen ook met een glimlach metgedeeld. Scott van Hooijdonk. Hey, autofans. Scott, goedemiddag. Welkom, blij dat het gelukt is, want het had technisch heel even wat voeten in de aarde. Maar blij dat we elkaar kunnen zien en horen. Ja, inderdaad. Klopt 100%. Computers doen wel eens en software doen wel eens hun eigen ding. Dat kan al eens gebeuren, hè. Nu, onze Yves is pas bij jullie op bezoek geweest, dus ik neem aan dat Jesco in deze tijd gewoon open is voor het grote publiek. Het is, eerlijk gezegd, een beetje behelpen, maar we zijn open. Wat betekent dat concreet? Dat mensen zoals Yves en zijn vrouwke die inderdaad langs geweest zijn om hun skills aan te scherpen, ervaring te krijgen met hun eigen auto, dat soort zaken. Dus een petit comité kan nog altijd. Ja. Ook particuliere klanten die zijn nog steeds voltallig aanwezig. Vooral natuurlijk weekends, want in de week is het rustiger te zeggen. Moeten mensen werken. En ook het terugkommoment. Het verplichtend momentje voor onze beginnende bestuurders is bij ons nog altijd wel actief. Al is dat ook nog te rustig naar ons zin. Ja. Het is vooral eigenlijk de business-to-business die stil ligt, echt stil ligt. Volledig stil zelfs, ja. Ze hebben, het is te zeggen, we mogen actief zijn, maar ze haken af in de zin van veiligheid voor de medewerkers en thuis uitwerken. Voilà. Als je inderdaad nu naar kantoor mocht, dan zou het ook wat vreemd zijn om met het kantoor af te spreken ergens om samen in een auto te gaan slippen. Ja, klopt. Al doen we zijn... dat, pas op, al doen wij dat, Wim, echt wel corona-proof. Hè. En dat mogen mensen ervan op aan dat het echt allemaal veilig is. We hebben een UVC-koker hier in het leslokaal staan die de lucht aanzuivert en beschijnt met UVC, zodat je echt wel op een veilige manier alles kan beleven. Maar, Voilà. Maar jullie zijn, neem ik aan, het afgelopen jaar ook wel een tijdje moeten sluiten, net zoals iedereen, zo wat een jaar geleden, denk ik. Hè? Klopt. De eerste lockdown hebben wij ongeveer 2 maanden dicht gedaan, of moeten dicht doen. En in de tweede lockdown hebben wij ongeveer met Jesco een 3 maanden gesloten geweest. Ja. Nu, ik vraag meestal aan mijn gasten of dat ze uit een autogezin komen of van jongs af zijn opgegroeid met auto's. Maar ik denk, in uw geval lijkt mij dat een beetje een overbodige vraag. Want de familie van Hooijdonk in het Belgische autolandschap, dat is een klein beetje wel, ik wil niet zeggen een monument, maar toch op zijn minst een begrip. Hè. Ja, ik vind dat grappig dat je dat zo vertelt, Wim. Ik heb dat zelf nooit ervaren, al besef ik dat wel. Ik bedoel, mijn vader heeft inderdaad meer dan 40 jaar geleden de school begonnen. Zich in alle facetten van het autorijden actief gegeven. Zijnde van rally naar veilig defensief rijden, naar, noem maar op, echt alles rond vier wielen. Alles rond vier wielen. En zelfs zo af en toe is een beetje links en rechts met een vrachtwagen, een motto of dergelijke actief geweest, al was dat beperkt. En mijn broer en ik zelf, wij zijn diezelfde weg gegaan, waar dat bij mijn broer veel meer de fun en het sportieve aan bod komt. Met de driftschool en de raceschool op het circuit. En ik ben eigenlijk meer met het defensief en actief. De verantwoordelijke van de twee. Ja, veel verantwoorder. Voilà, sowieso. Nee, je had het daarnet heel even aangehaald. Niet alleen het terugkommoment, maar ook natuurlijk de defensieve rijdencursussen en zo. Maar met Jesco doen jullie eigenlijk veel meer dan dat ook nog, hè? Wat doen jullie precies en wie kan daarvoor allemaal bij jullie terecht? Want dat is ook al heel breed, denk ik. Hè? Ja, klopt 100%. En heb je een halve dag, Wim? Ik heb tijd genoeg. Ja, het is zo. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Wij noemen onszelf daarom ook de Jesco Auto University. Omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen zijn ding zoekt. Ik zal verklaren. Je hebt inderdaad de slipcursus, zoals dat iedereen het kent. Met andere woorden, het leren onder controle houden van je wagen, begrijpen wat je wagen doet, wat jij moet doen om inderdaad de controle niet te verliezen.
Dat is de standaard. Daar is alles bij begonnen. Maar het is vandaag de dag, en dankzij onze klanten ook zodanig uitgebreid, dat we bijvoorbeeld ook een e-learning platform hebben, dat wij aanbieden naar vooral business to business, maar ook particulier iets of wat succes hebben. Mm-hmm. Je hebt de CPU, Close Protection Units, die bij ons op training komen. Dat is zowat het exotischere body contact. Hoe zeg je het? Ja, het zichzelf bevrijden uit benarde aanvalsmomenten. Ik bedoel ermee terroristen of mensen met verkeerde bedoelingen die agressie hebben naar een bepaald belangrijk persoon in de samenleving. En dan heb je teams die zichzelf erin trainen om skills te hebben met die wagen en ook effectief te kunnen reageren om zichzelf te bevrijden. Dat zijn dan gepantserde voertuigen en zo? Ja, of, bijvoorbeeld. Ja, ja. Klopt. Hey, bijvoorbeeld. Niet direct dat wij met die gepantserde voertuigen les gaan geven, want dat zijn al iets duurdere wagens. Maar bijvoorbeeld wel de nodige skills meegeven aan die mensen om met die gepantserde wagen, onder andere, zichzelf te kunnen bevrijden. Mm-hmm. Waar spreken we nog over? Je hebt business-to-business halve dagen. Dat is meer de fun moment dat mensen opzoeken. Je hebt het terugkommoment waar we inderdaad van spraken, wat een heel aparte niche is. Je hebt verzekeringscursussen die we organiseren, echt specifiek via Belfius bijvoorbeeld, die ons daar vertrouwt. Je kan het zo gek niet bedenken, als het op vier wielen is, dan kunnen wij het, dan doen wij het. Ja. Maar altijd wel met een defensieve touch. Dat wil zeggen, we doen soms onze stoute schoenen aan en we geven zo eens een spuitje gas. Mm-hmm. Om simpelweg te begrijpen wat die wagen eigenlijk wil doen. Ja. En dat is voor iedere deelnemer super. Weten wat zijn wagen als reactie heeft. Wil hij echt het offensiever op en racen en dergelijke? Dat is iets waar mijn broer bijvoorbeeld beter bij kan helpen. Ja, bij jullie draait het echt specifiek echt om het onder controle houden van een auto in feite. En het meer vanuit een... Ja, vanuit een dagelijks aspect van wat dat er kan gebeuren onderweg als het misgaat en hoe dat je dat correct... Ja, klopt. Nu, het woordje controleren is altijd een moeilijk, hè, want in hoeverre is het controleerbaar. Hè? Als het allemaal plots voor je neus komt, dan vragen dikwijls mensen van... Ja, maar en zelfs na een dag cursus of meer. Hè, we hebben ook een driedaagse, echt een totaal uitgebreid programma. Mm-hmm. Je hebt daar gewoon heel veel oefening voor nodig. Maar ook voorbereiding. En als die voorbereiding er niet bij is, en daarmee bedoel ik het op zich hebben ingezien dat het fout dreigt te gaan, dan wordt het moeilijk, eerlijk, om nog de juiste dingen te doen. Maar dat is inderdaad altijd het doel. En het beheersen staat daar centraal. Het ervaren staat centraal. Dus vooral dat je iets meegemaakt hebt, dat je ook weet wat er effectief verkeerd kan gaan, om uit de problemen te blijven. Dat herinner ik mij nog van vorig jaar, uit de problemen blijven en hoe dat je het precies moet doen. Maar daar komen we straks nog even op terug. Ik wou eigenlijk eerst even beginnen over dat terugkommoment. Je haalde daarnet aan van dat is iets heel specifiek. Voor mij en voor u waarschijnlijk ook, is dat iets... Ja, wij hebben dat als beginnende chauffeur nooit moeten doen, want dat is een idee van de meest recente jaren. Maar zijn er daar dingen die u daarin zijn opgevallen, nu dat je dat al een aantal jaar doet, dat terugkommoment van... Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met jonge chauffeurs? Wat kunnen die wel? Wat valt u op dat die misschien nog niet kunnen? Of in de praktijk ook gewoon nog niet hebben meegemaakt? Of dat is een dingen waarvan dat je denkt, goh, dat is nu wel frappant? Inderdaad, Wim, op dat gebied is het effectief altijd leuk om jonge mensen les te geven. Dus het eerste wat belangrijk is om te weten, is die mensen komen... verplicht. Ja. En verplicht is nooit... Hoe zeg je het? Ja, dat is moeilijk, maar dat is juist hetgeen dat wij graag hebben. Dat wil zeggen, mensen die verplicht moeten komen, komen eerlijk met tegenzin. Je hebt er in eerste instantie geen zin in. Weet het totaal niet wat dat inhoudt. Als je ook de vraag stelt van, wat kom je hier doen? Dat is een van de eerste dingen. Dan zouden wij ons hebben voorbereid, een tekstje hebben gelezen. Ah, dat betekent dat en we gaan dat zien en dat gaan we ervaren. Dat is wat verplicht is. Ze komen en er stopt het. Maar ze hebben wel een heel grote aha-beleving. Ook al is het 4 uurtjes, waarvan 2 uren praktijk. Het is voor hun echt een eye-opener. En ze leren beseffen van... Wow, er komt bij autorijden nog veel meer kijken dan ik verwacht had. Wat opvalt... uiteindelijk zijn het gewoon mensen zoals u en ik. Alleen ze zijn jong, ze zijn echt gemerkt en nog pril in hun ervaringen. En daar gaan ze ook terecht, ze zeggen spijtig genoeg, de fout in, de mist in.
ze verliezen de controle, of tenminste, ze weten niet wat de risico's zijn van het rijden. Mm-hmm. En je merkt ook wel, en dat is wel het frappantste, maar dat is een algemene tendens, dat de link naar het autorijden en de vrijheid dat dat met zich meebrengt, dat die minder aanwezig is. Dat ze, het is een verplicht nummertje, hè, rijden. Ja, wel, dat wordt vaak gezegd inderdaad, hè, van de jongere generatie chauffeurs, van dat die, ze halen hun rijbewijs als ze voor het werk moeten, of ze hebben minder interesse in de auto, of in hun, hun rijbewijs effectief te behalen. Maar dat is ook iets wat jullie effectief opvalt. Ja, absoluut. Het is de jonge chauffeurs zijn daar eerlijk gezegd minder mee bezig. En laat ons eerlijk zijn, ook verder, hè, als je erover nadenkt, tegenover ons vroeger, er komen zoveel triggers, ervaringen, sensaties op hun af, via de smartphone en dergelijke. Mm-hmm. Ja, dat was in onze tijd niet. Dus ja, ik denk dat de enige vrijheid die wij hadden, was effectief die auto nemen en de baan op. Ja, absoluut. Ja, los van de smartphone alleen, ik dacht er ineens even aan, er komen sowieso als chauffeur wel heel veel impulsen en prikkels en sensaties op u af. Het is niet alleen uw auto onder controle houden, maar ook uw verkeersborden in het oog houden, medeweggebruikers in het oog houden. Het is inderdaad veel van een beginnende chauffeur. Ik denk, als je jaren ervaring hebt met autorijden, dat je daar niet meer zoveel bij stilstaat en heel veel onbewust processt, maar ik kan me inderdaad wel inbeelden. En dan moet ik eigenlijk erop op benadrukken. Een van de andere facetten die je sterk merkt, is dat zij zich niet bewust zijn van de beperkingen van de wagen, omdat die zo hoog en zo ver liggen. Ik bedoel, de moderne wagen is zo goed. Ja. En ook, dat gaat toch gemakkelijk. Ik kan dat toch allemaal. Ja, en daardoor dus wel ook de limiet, of aan de limiet komen, of over de limiet gaan. Mm-hmm. En dan wordt het inderdaad heel moeilijk om dat allemaal nog te controleren. Dus je merkt ook dat zij hun kaderke van controle is veel kleiner dan ons kaderke, waarin dat je veel meer hebt moeten leren, ervaren, ondervinden dat er limieten zijn. Die kennen zij gewoon minder. Die heb je ook niet direct dadelijk nodig, omdat die moderne auto zo goed is geworden. Hè? Ja. En tegelijkertijd ervaar je met je moderne auto ook minder rijden. Dus je begrijpt wat ik wil zeggen. De wagen is decibels, minder geluid. Ja. Ja. Je hoort alles minder. Ben je nog wel aan het autorijden? Je zit blijkbaar, zoals wij nu, stomweg op de stoel stil. Ja, dat is het niet. 120 km per uur, nu of toen, is nog altijd 33 meter per seconde. En we zijn er veel zich niet van bewust op dat moment. Ik ben eigenlijk heel blij dat je dat zegt, want we hebben in onze vorige podcast met de wegpolitie gepraat. En daar kwam het ook even ter sprake van, niet alleen jonge mensen, maar heel veel mensen staan er inderdaad niet bij stil van, het object waarin dat ze zitten weegt 1,5 ton, 2 ton, misschien meer tegenwoordig met elektrische auto's zelfs, is 4-5 meter lang, maar beweegt zich nog altijd wel voort tegen 120 per uur. En is, zoals gezegd, heel geïsoleerd. Decibels krijg je niet meer binnen. Je zet je radio op, je zet je zetelverwarming op, je zit in een rijdend salon. En het kan altijd misgaan inderdaad, ook in een rijdend salon. Hè. Ja, laat ons zo zeggen dat het vooral misgaat doordat de zo goed is, zo comfortabel. Ja, Wim, dan is er toch tijd voor iets anders, hè? Nee? Ah ja, dan kun je toch wel eens gemakkelijk, inderdaad. De smartphone, prutsen met dit, met zo. Ik bedoel, de afleiding is de verleiding is groot. Ja. En daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Wij hebben nog meegekregen met die eerste auto's dat tricky kan zijn. De moderne chauffeur, als je niet oplet, die heeft dat nooit meegekregen. Dus die afleiding is de wil om zich laten afleiden is nog groter, met alle gevolgen van dien. Ja, en moderne auto's hebben dan tegenwoordig ook weer allerlei rijhulp om op te vangen wanneer het misgaat. Hè. Alleen niet zozeer ABS of tractiecontrole, maar ook van die noodremsystemen en binnen hun rijvak blijven en zo. Ja. Dus ik kan mij wel inmelden dat van een moderne beginnende chauffeur die een nieuwe auto krijgt van het werk of weet ik veel, dat hij inderdaad zegt van, autorijden, zo moeilijk is dat niet, hè? Klopt, inderdaad. En iemand die mij er bewust van gemaakt, is een collega bij ons, die vind ik altijd schitterend. Als beroep is hij piloot. En als bijberoep komt hij bij ons op de school helpen. Dat is zijn hobby. Het is een omgekeerde wereld. En hij heeft mij gezegd, ook het kader van controle van skills bij de moderne piloot
is ook kleiner geworden. Ah, ja. Met andere woorden, wat je moet kunnen met een modern vliegtuig, is veel minder dan met een oud vliegtuig. Ja. En dus ja, de moment dat je, hè, zie je het al aankomen, Wim, als piloot buiten dat kader moet gaan, mm-hmm, dan is het effectief gedaan. En dat is ook bij de moderne bestuurder, hè, veel eerder het geval. Een vraag bijvoorbeeld die ik altijd heb gesteld in cursussen is, wat is het belangrijkste dat je moet doen om een wagen onder controle proberen te houden? Dat is door te kijken. En vroeger werd die vraag positief dikwijls beantwoord. Mm-hmm. Dat was het nog geen garantie in praktijk, maar dat begon al wel met een positieve reactie. Maar de moderne chauffeur is daar zich niet van bewust, spreek daar niet over, wist dat niet, dat dat effectief zo belangrijk is. Ja, je hebt het zelf ook even aangebracht, maar de auto zelf, niet alleen de chauffeur is geëvolueerd, maar de auto zelf, ik kan mij inbeelden, tegenover de beginjaren van de Jesco Auto University. Alleen de auto van toen, doorheen de jaren, tot de auto van nu, dat is ook een wereld van verschillen. Los van al die rijhulpsystemen. Het is waanzinnig inderdaad hoe dat het veranderd is. En daarom zijn wij veel meer ook, zo noem ik het vandaag, een bewustzijnsschool. We brengen je tot bewustzijn van de risico's en van de moeilijkheden of wat er mis kan gaan, waar dat vroeger veel meer een beheersingsschool was. Ja. Want eerlijk, een moderne auto is makkelijker om te controleren. Dat wil niet zeggen gemakkelijk. Ik bedoel, het blijft tricky en zeker een glad wegdek. Maar inderdaad, de evolutie van negatief 30, 40, 50 jaar geleden tegenover vandaag is gigantisch. Ook in banden, niemand heeft stilgestaan. Ik bedoel ermee de bandenconstructeur, de autoconstructeur, alle toeleveranciers die ook de nodige vooruitgang boeken en maken op die moderne wagen, waardoor dat effectief het een stabieler, positiever, baanvaster geheel is geworden. Maar ja, dan nog mogen we niet denken, we are invincible. Zeker niet. Nu, dat je het over banden hebt, dat is waarschijnlijk een klassieker die jullie ook elke les gevraagd krijgen. Hè, van winterbanden, heeft dat nu nut, heeft dat nu geen nut? Tegenwoordig zijn er zelfs vier seizoensbanden en zo, die zogezegd het beste van twee werelden combineren. Ja. Maar ja, jullie hebben het asfalt daar liggen. Jullie zien het verschil tussen de twee. Dus verlos ons eens uit het lijden. Winterbanden, heeft dat nu wel of geen nut? Wanneer wel, wanneer niet? Is een vierseizoensband aan te raden? Is dat eigenlijk niet aan te raden? Wel, breng licht in de duisternis. Ja, mijn antwoord is heel simpel. Ja. Maar met haakjes. Wat wil ik ermee zeggen? Kijk, ben jij een veelrijder? Dan is een winterband en een zomerband een must. En ik zal dat vergelijken met gewoon simpel goede schoesel. In de zomer draag je niet dezelfde schoenen als in de winter. Basta. En dat is hetzelfde voor een auto. De enige excuses die ik altijd meegeef, en dan is een vierseizoensband wel oké, is voor weinig kilometers, 10.000, 15.000 kilometer per jaar. Ik wil mensen niet op kosten jagen. En middels de nodige afstand en dergelijke is die vierseizoens ook oké. Een andere uitdaging is de grote pools. We hebben een grote klant van ons, PricewaterhouseCoopers, die hebben ongeveer 1.000 auto's rondrijden. Wim, zie je de logistieke opvolging al? Ik bedoel, die beginnen in februari met banden te wisselen. Ja. En ergens mei, juni is de laatste aan de beurt. En september beginnen die terug opnieuw. En ergens november, december is de laatste. Ik vind ook voor dergelijke mensen is een vierseizoensband echt top. Dus het wordt zo wat specifieker naar gelang gebruik. En ja, ook daar, bandenconstructeurs zitten niet stil. Dus die vierseizoensband zal echt nog wel evolueren naar een goede all-around band die absoluut voor de 90% van de Belgische situaties voldoet. Maar als je effectief echt winterse situaties opzoekt en dergelijke, is de winterband altijd wel een absolute must. Ja. Kunnen daar getallen of misschien een beeld of zo opplakken? Want jullie werken ook heel veel met remafstand. Hè? Van remt is ene keer met dat soort band, hier zetten we een kegel en remt nadien nog eens. Ik zal dat Wim met een heel demonstratief voorbeeld voor onze kijkers aanhalen. Ik vergeet de ervaring nooit. Hier in de sneeuw met Q Music, wel x aantal jaar geleden. We werkten toen nog met Opel samen, waar het vandaag Mercedes is. En we deden een remactie met een Opel Insignia. En dat is vandaag de dag nog niet veel veranderd, met winter- en zomerbanden, tegen 50 km per uur.
tegen 50 km per uur in de sneeuw met de winterband, mm-hmm. begin je te remmen en die geeft je 20 meter. Ter informatie, op droog wegdek had hij stilgestaan toen op een 12 meter. Dus ja. dat is een remactie waar je van op aan kan. Dat is bijna de helft, toen, ja. Ja, maar toch, je krijgt referentie van, die doet nog iets voor mij, hij helpt. Ja. En dan ga je met de zomerband in actie. Die begint aan die 50 km per uur, één. Het was al een huzarre stukje om die 50 te halen. Mm-hmm. Dan begin je te remmen. Dat stopte niet. En dat werd 40, 45 meter. Ja. Ja. Nu, die 40, 50 die meters, dat zegt op zich niks. Maar als je achter het stuur zit van die auto, met zomerbanden, op die sneeuw... Dat is gewoon... Sorry, excuseer voor de woorden, maar... Het ding stopte gewoon niet. Dat bleef gewoon gaan. Ja. En dat is effectief de ervaring die wij ook hebben hier op onze wegdekken. Dat is een soort epoxy. Ik kan het vergelijken met sneeuw-ijs. Maar ook daar heb je die ervaring van... het ding stopt niet. Allee, dat blijft zo echt duren. Dat is typisch zomerbanden op glad wegdek. Ja, inderdaad, 40, 45 meter, dat zijn 10 autolengtes, zoiets. Hè. Als dat misschien voor luisteraars of kijkers wat meer illustreert, maar ja, 10 auto's achter elkaar, dat is al een hele file. Hè, waar dat, Laat staan, daar hebben we nog niet gesproken over sturen. Hè. Ook al. Als je daarmee moet beginnen sturen, is het vooral helemaal afgelopen. Er schiet mij inderdaad spontaan de les van vorig jaar binnen. Stuurt naar uw oplossing. Denk aan uw plan B. Ja, absoluut, absoluut. Daar staat of valt heel de oefening. Mm-hmm. Vandaag nog een persoon op cursus gehad die echt ervaren is, die echt wel aan het stuur kan draaien. Mm-hmm. En ik laat hem een oefening doen en nog de fout gemaakt om verkeerd te kijken. Hoe grappig dat het is dat je in die val trapt. En daarom dat we altijd willen meegeven, echt waar, als je aan het rondrijden bent op de baan, bedenk u een uitweg voor het te laat is. Ja. Natuurlijk, dat moet niet op elke moment. Dat is dan vooral op de tricky momenten. De momenten dat je voelt van, hier is nattigheid, dat zit niet goed. Ik bedoel, het is slecht weer, maar ook het is druk. Het is... En dan moet je één, de nodige afstand hebben natuurlijk, maar ook twee, vooral met dat plan B bezig zijn. Want we weten uit ervaring dat de meeste mensen het niet zullen halen om op tijd stil te staan. Mm-hmm. Ik heb mij heel af en toe diezelfde oefening in het verkeer ook al eens voorgenomen. Van, stel, in deze situatie, allee, er is dan altijd wel marge genoeg om te remmen of... Mm-hmm. Je staat bijvoorbeeld stil achteraan in een file en dan heb ik af en toe ook al wel eens gedacht van stel, er komt nu een vrachtwagen in mijn spiegel aangereden en ik heb door van die gaan nooit op tijd stilstaan achter mij. Wat is mijn oplossing? Waar stuur ik naartoe als ik merk van deze komt niet goed? En ja, op dat moment heb je natuurlijk wel de luxe om daarover na te denken, maar... Ja, maar eerlijk Wim, dan moet ik al toegeven dat het te laat is. Je kunt het best een kruisje maken en bidden, dat dat effectief goed komt. Oei, ja, ik ben al jaren niet meer naar de kerk geweest, dus ik weet nu niet. Je moet toegeven, op dat moment, eigenlijk in de voorbereiding ernaartoe, en dat is wat ik doe, en je ziet van, wegen werken, 2 uur 's nachts, alles moet naar 1 baanvak, en het vertraagt tot stilstand, dan stop ik al op 100 meter. Ja. Dan stop ik al op 100 meter. Om het eerstvolgende verkeer, wat niet direct komt, want het is zo laat, eerst op te vangen op het moment dat ik terug in beweging kom. Ja. Ik ben daar heel sterk mee bezig. Natuurlijk, het is ook mijn beroep. En ik weet ook, een kopstaartaanrijding is gewoon het grootste risico dat er aanwezig is op de baan vandaag de dag. Ik bedoel, daar ga ik al mis. Dat inderdaad heel vaak. Hè? Ja, en dus ik probeer altijd, dat is hetgeen wat ik aanraad ook naar deelnemers, naar kijkers vandaag. Dat is, ik probeer altijd het verkeer eerst achter mij op te vangen, voordat ik aansluit. Daar ga ik het mij eigenlijk vooral eerst over. Dus achter mij moet ze eerst aangeven dat ze vertragen, en dan pas ga ik vooruit. Ja. Sauf qui peut, redden wat er te redden valt als je inderdaad in die file stilstaat. Misschien is het er niet. Ja. Maar inderdaad, een buffer voor jezelf eerst in de eerste plaats creëren. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dat is al een goede les om mee te nemen. Ik wou nog heel even terugkomen op die, het rijden op sneeuw. Want we zitten nu aan de 22e vandaag, als we dit opnemen. Dus de tweede dag van de lente. Maar we hebben afgelopen winter wel zo nog eens een goede, ouderwetse, echte winterprik gehad. Hè, met vriestemperaturen, sneeuw dat een paar dagen is blijven liggen. Wat doen, los van natuurlijk de remafstand en de banden en zo, wat doen mensen
klassiek en wat zouden ze eigenlijk moeten doen in zo'n situaties, rijden op sneeuw? Want je krijgt dan ook altijd in de media, in de klassieke media, zo de tips van let daarop, doet dat niet. Maar wat is er dan aan? Dank u, Wim, dat je het inderdaad aanhaalt. De winter is natuurlijk voorbij, dus ik hoop dat de deelnemers, de kijkers, dit gaan meenemen naar de volgende winter. Het is te zeggen, you never know. Hè. Ik bedoel, het kan altijd eens maart, aprilse grillen. Voilà. Ja, klopt. Aankomen, hè. Maar dus, wat we daar zeggen is, manueel, het eerste probleem is, je gaat 9 van de 10 te snel. Ja. Dus wat betekent dat? Dat je zelfs 20 km per uur kan te snel zijn. Hey, op echt glad wegdek. En kijkers, of tenminste deelnemers, gaan op dat moment de fout maken van één, te veel naar het probleem te kijken, er recht naartoe te gaan. En dan, twee fouten. Typische fouten. Kom aan, Wim, help mij. Oeh, stress. Dus kijken naar het probleem en geen oplossing hebben waarschijnlijk. Hè? Ja, dus, maar welke fouten gaan ze maken? Ze zullen waarschijnlijk sturen naar het probleem ook. Ze zullen veel te veel sturen. De typische fout is dat ze veel te bruut sturen. Ze sturen alles naar links, alles. Nu, ik weet niet wat jij doet als je alles stuurt, maar ik parkeer dan. Ik ga dat niet doen op het moment dat ik in een noodsituatie terechtkom. Ja. Dat is de eerste typische fout. En de tweede typische fout is, daarbij willen ze remmen. Ja. Maar als je ABS remmen, op glad wegdek. Mm-hmm. Nee, dat gaat niet. En dus wat gebeurt er eigenlijk met die massa? Dat wordt één lomp ding dat gewoon stuurloos rechtdoor gaat. Dus wat kan ik antwoorden op jouw vraag van gladwegdek? Dat is één, kijk waar je naartoe wil, stuur er naartoe. En met andere woorden, hier onder ons, rationeel, heel makkelijk te vertellen, te benadrukken. Maar stuur zacht waar je moet zijn. Maar dat moet je beleven. Dan moet je echt eens voorlangs bij ons komen, want het is moeilijk om eruit te krijgen. Maar hetgeen wat wel bijvoorbeeld ook helpt, en dat is al makkelijker om eruit te krijgen, is, ga niet vol op die rem staan. Mm-hmm. Want dat helpt op dat moment niet. Er zijn misschien met winterbanden nog, maar zelfs dan nog. Dus rem zacht, of rem zelfs gewoon liever niet. Ja. Uitzonderlijk extreme situaties, een typische fout van te hard op die rempedaal te gaan, wat ook een nefast, pompend effect van de ABS heeft op die wielen. En dus zorgt dat die wielen eigenlijk niet goed... De stuurefficiëntie gaat achteruit. Je raakt er niet naast. Mm-hmm. En stoppen doe je toch niet. Voilà. Nu, ik ben blij dat je ook aanhaalt van... Ja, dat een soort... Ja, ik denk altijd... Want ik ben vorig jaar bij jullie op reisstage geweest voor een dag. Maar ik heb daar altijd het gevoel van... Op het einde van een dag heb ik dingen bijgeleerd en kan ik dingen beter en weet ik inderdaad wat ik moet doen in zulke situaties. Maar ik heb altijd schrik dat ik het dan nog niet als reflex heb ingebouwd. Dus ik weet het in theorie perfect, maar ja, mijn reflex is... Ja, ik weet nooit of mijn reflex al is aangepast. Dus als de situatie zich in de praktijk voordoet, of dat ik het dan op dat moment correct doe, of dat ik dan toch nog terugval op mijn instinctieve automatisme, zal ik het maar noemen. Het is erom nog eens de waarschuwing van zorg dat je weet waar je eventueel weg kan. Ja. Dan ga je ook sneller je focus daar naartoe brengen. Mm-hmm. En dat kan ik je 1000 keren zeggen en je zult dat niet doen. En je doet dat 2 keer in praktijk en de 3e keer slaag je erin. En dan hoop ik dat automatisme hierboven bij de deelnemers, bij de kijkers, effectief ingeprint staat om te kijken. Want als je kijkt of dat je nu... ongetraind jong iemand bent of je bent een oude ervaren rot, dat is een wereld van verschil. Ja. Dat is dag en nacht. Kijken naar je oplossing of kijken naar je probleem waar je naartoe gaat. Ja. De kijktechniek is op zich wel iets wat je perfect in dagelijkse situaties kunt oefenen en zelf een beetje kunt trainen. Hè? Ja, plus ook bewust. Gewoon bewust zijn, vooraf. Je bent ontrijden. Mm-hmm. Waar is mijn oplossing? Op een autosnelweg is dat voor mij heel dikwijls de pechstrook. Dat is zoiets wat ik in gedachten hou, om een idee te geven. Maar in andere situaties, het linker, het rechterbaanvak, alles naar gelang het risico van de situatie. Daarmee bedoel ik, wat is je afstand, welk wegdek rijden we op, is het slecht weer, goed weer? Dat zijn allemaal triggers die je moet bewust maken van het risico in die situatie. Ja, in hoeverre dat je ermee bezig bent, ik zal zo zeggen, als je een gebouw binnengaat, ben je dan bezig met de nooduitgang? Dat is eigenlijk dezelfde vraag, hè?
Dat is dezelfde vraag, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar zei jij zo iemand die ergens binnenkomt en ook weet van ik kan langs daar weg, ik kan langs daar weg, daar is de nooduitgang? Met een gezonde geest, ja. Waarom niet? Ja, ja. Waarom niet? Maar we moeten gezond blijven. Effectief. Ja, we moeten niet in een vangbuis terechtkomen. Dat mag niet de bedoeling zijn. Maar je zegt het zelf. Als ik het niet doe, en vooral dan tijdens mijn autorijden, dan breng ik mezelf in een situatie waar ik verkeerd ga reageren. Ja. Want instinct geeft je kijken naar het obstakel. Geeft je kijken naar het probleem. Ja, wel, inderdaad. Ja, absoluut. Dat kan je niet. Dat gaat zo altijd zijn. Voor mezelf is dat het beste bijgebleven met een situatie die ik heb meegemaakt op het circuit. Ik reed in de Mazda MX-5 Cup al iets aantal jaren geleden. En ik kom de eerste links van het circuit van Zolderen, dus een snelle bocht, rond de 100 km per uur. Ik draai die in en ik heb te laat geremd, ik ben te snel in aan het gaan. Dus met andere woorden, voor de kijkers, onderstuur, ik ga rechtdoor. Ra, 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 waar is specialist Scott van Ooyen komt kijken? Richting de zandbak. Ik zeg tegen mezelf echt, ik heb die tijd gehad van, nee, maar dat is uw baan niet, Scott. Je moet daar naartoe. Mm-hmm. Dus hoe gemakkelijk dat je in die val trapt om verkeerd te kijken. Ja. En dan is het de kunst. Mm-hmm. Wie er het snelst in slaagt, zal er het beste uitkomen van je focus te verleggen naar je oplossing. Ja. En als je dat doet, ik heb de ideale lijn, die heb ik niet meer gereden van die bocht. Maar ik ben ook niet in de zandbak geraakt. Ik heb de auto op de baan gehouden en ik ben geraakt waar ik wilde zijn. Maar dat is waar het over gaat. Dat is die focus naar die oplossing. En dan heb je een goede kans om de juiste dingen te doen. Nu, ik denk dat het ook al... als ik een beetje de rode draad wat volg, dat het ook al heel veel helpt voor mensen. Iets wat ze wat dagelijks misschien kunnen oefenen, is gewoon echt veel bewuster inderdaad rijden. Hè? Met minder afleiding en gewoon veel gefocuster. Niet alleen op je eigen baan, maar op alles wat er rond u gebeurt. Hè? Ja, wat kan ik daarop antwoorden? Ik bedoel... Onbewust is ongeluk, bewust is geluk. Dus dat, ja, zo simpel is het. Dat is een uitspraak die volgens mij er is bij jullie ingekaderd tegen de muur hangt. Die is te mooi om zo ter plekke te vervangen. iets helemaal anders trouwens. Ik heb gezien dat jullie ook nu specifiek cursussen voor elektrische auto's aanbieden. Dus echt, ja... Rijstages voor mensen die een EV hebben. Wat is daar zo anders aan dan een klassieke auto? Wel, dat is een heel goede vraag. Het is niet direct een specifieke aparte rijstage. Laat ons eerder zeggen dat we dat in onze basiscursus ook geïntegreerd hebben. En voor zij die met een EV rijden, en dat is wel ervaren, die kunnen en ook andere mensen natuurlijk, kunnen eens een keer ervaren. Ja, het is gewoon één veel meer massa. Ja. Je moet het niet flauw doen, De moderne auto is echt gigantisch groot en vooral ook zwaar geworden. En dan spreken we zeker over de wagens met batterijen. In het geval van de wagen waar wij mee werken, de Mercedes EQC, is 2 ton 350 kilo. Mm-hmm. Dat is echt serieus van massa. En het grappige is, als je gewoon een remactie rechtdoor doet, staat die ongeveer even snel stil als een A-klas. We hebben het hier getest met onze mensen van de krant, inderdaad. Dus dan remt hij goed. Dan zeg je, maar het moment dat je moet beginnen sturen, dus moet beginnen reageren, moet eigenlijk een beetje beginnen te slippen met je stuuractie, remactie, dan voel je maar pas echt wat die massa met je doet. En hoe dat je echt overgeleverd bent aan het geheel en aan die massa, als je niet weet wat je moet doen. Ja. Echt een gigantisch verschil. Echt een gigantisch verschil. En dat kan je alleen maar begrijpen door het te ervaren. Ja. Kan je dat niet uitleggen? Het enige wat natuurlijk iedereen wel begrijpt en logisch vindt, is dat zo 2 ton en of meer in beweging, dat wel iets moet geven. Mm-hmm. Maar mensen zijn er zich niet bewust van. Want ik denk dat 80% van de auto's momenteel, 90 misschien zelfs, op de baan rond de max 1800, 1900 kilo zitten. Ja. En dan zo'n elektrische auto die gemakkelijk 400, 500 en meer kilo's meer weegt, er extra bij, moet je eens inbeelden, 400-500 kilo, dat is serieus wat. Dat geeft gewoon effectief een verschil in de reactie. En dan vooral de moment dat je begint te sturen. Ja, ik was nooit heel goed in fysica op school, maar ik kan mij ook wel inbeelden dat inderdaad een massa van 500 kilogram extra die rechtdoor gaat en die eigenlijk naar opzij zou moeten, dat eerst een tijd rechtdoor blijft gaan voordat dat naar opzij gaat. Hè? Ja, klopt. Maar zelfs daar, constructeurs zijn niet van gisteren. Ik bedoel, ze weten echt wel met wat ze bezig zijn. Ze maken echt een heel goed product, voor alle duidelijkheid. Alleen, dat is gewoon serieus van massa.
En je geraakt er misschien nog wel naast, maar je voelt gewoon in heel de handeling en reactie van die auto dat dat echt dermate anders is dan wat je gewoon bent met een klassieke auto. Ja. En merken jullie ook een verschil in vermogen bijvoorbeeld? Want ja, als we het over EV's hebben, ja, dan spreekt inderdaad over 2 ton 2, 2 ton 3. Maar je spreekt ook heel vaak over 400 pk alsof het niks is, 500 pk alsof het niks is. Dat lijkt mij op glad of nat wegdek ook niet zo evident natuurlijk, als je dat niet gewoon bent. Als je, ik zeg maar iets, uit de leasing BMW 320d van voordien ineens in een Tesla Model 3 met 400, 500 pk stapt. Allee. Ja. Klopt. Nu, aan de andere kant, fair and square, ik bedoel, de moderne mens, voor wat gebruikt hij een auto? Dus dat valt gelukkig goed mee. Ik bedoel, als hij doet wat hij ervoor met zijn BMW deed, dan gaat dat zo geen probleem zijn. Ja. Als je inderdaad sneller optrekt en meer snelheid erin brengt en dan ook handling vraagt, ja, dat gaat niet hetzelfde zijn. Dus in dat opzicht moet je echt opletten. Maar het, ja, fair and square, wat gaat die auto effectief doen, Wim, hetgeen wat je zegt? Gemakkelijker gewoon rechtdoor gaan. Hè. Ja. Dus jij stuurt naar links of naar rechts en het ding doet gewoon niks. Hè. Stomweg rechtdoor. Ja. Stomweg rechtdoor. Right. Ik zal het aan mijn leerkrachten fysica van weleer laten weten dat ik het eindelijk door heb hoe dat het werkt, de fysica. nog iets helemaal anders wat ik ook op jullie website had gezien, is eco-rijden. Daar doen jullie ook... Daar geven jullie ook een beetje training of rijstages in de manier waarop je ecologischer of met minder verbruik, hoe dat je zuiniger kunt rijden in feite. Hè? Klopt, klopt, klopt. Nu, ja, er zijn er genoeg op de markt waarom die het effectief aanbieden. Wij hebben het altijd in een en-en verhaal. Wat wil dat zeggen? We geven inderdaad wel de nodige tips en tricks. En ook op de weg gaan wij in een soort van commentary drive de mensen sturen en tips geven naar hoe dat ze slimmer en beter met die moderne manueel of automaat kunnen rijden. Want zelfs met een automaat is er wel winst te nemen. Maar je moet de fair and square zijn. De belangrijkste doelen die we voor ogen houden, is veiligheid. We willen vooral mensen een veiliger rijden toepassen, zodanig dat ze uit de miserie blijven. En dat eco-gegeven is een gegeven dat er extra bij komt en waar mensen zeker de nodige interessante tips en tricks uit kunnen halen. Maar het is een extra. Het is een extra. We concentreren ons met Jesco nog altijd vooral op veiligheid. Veiligheid, ja. Nu, omdat je het heel even over die manuele versus automaten had, dat is een tip die jullie ook meegeven als je de controle kwijtraakt, is ontkoppelen. Maar leg mij dan nu eens uit hoe dat precies zit als je met een automaat rijdt, of waarom dat je precies met een manuele versnellingsbak moet ontkoppelen en hoe dat je dat opvangt met een automaat. Wim, een zeer goede vraag. Ik hoop dat de kijkers nu heel goed luisteren. Want dit is geen gemakkelijke, maar die leg ik graag uit. Dus vooral op glad wegdek. Accoplening en ijs is ontkoppelen een must benauw. Is dat echt een groot hemelsbreed verschil. En zeker met achterwielaandrijvers, maar ook met voorwielaandrijvers. Zij, wat mensen niet beseffen is dat hoe meer dat je het takenpakket uitbreidt, hoe moeilijker. Wim, kun jij tegelijkertijd het zout bij de soep, de lepel vasthouden en de knop op een harder vuurtje zetten? Ik ben een klassieke man, dus ik kan maar één ding tegelijk. Maar de meeste mensen, Wim. De meeste mensen. Oef. Absoluut, absoluut. En dat merken wij hier ook. Wat bedoel ik? Luister het goed. Je moet een noodstop doen, stelt, op glad wegdek. En je moet er langs, want je kan niet op tijd gestopt geraken. Dan ben je aan het vragen aan de voorste wielen om de remmen te sturen en vergeet daarbij dan de koppeling. Dus dan ben je ook nog, voor wielaandrijving, aan het remmen met de motor. Ja. Dat zijn drie dingen tegelijkertijd dat je vraagt. Weet je wat die auto doet? Voor de luisteraars, Scott maakte net een schunnig gebaar met zijn... Excuseer, ik hoop dat het confronterend werkt. Ja, ja, absoluut. Die auto, die doet niks. Nee. En dat is een van de momenten waar we echt op aanraden, duw de koppeling in. Ja. Nog extremer, nog extremer. Het is superglad wegdek. Je stuurt, Wim, en je hebt geen reactie. Auto doet niks. Dan begrijp je dat je op echt glad wegdek zit. Wel, als je dan de koppeling induwt, heb je een beter resultaat dan dat je gewoon gas hebt losgelaten. Ja.
Dus dat, dat zijn de situaties waarbij je echt de koppeling als compagnon, als extra hulp kan gebruiken. Het zijn extreme situaties. We spreken van black ice, ijs, tout court, regen die aanvriest. Dat soort echt extreme situaties. Dan kan je de koppeling echt helpen. Ja. Maar ja, wat inderdaad met die automaat? Ah ja. ik zeg dan dikwijls voor te lachen tegen de mensen. Koop een andere wagen. Koop een manueel. Of doe nog eens dat kruisteken en hoop dat het goed is. Ja. Nee, maar jawel. Alle gekheid op een stokje. Je kan er ook positief reageren. Het is te zeggen, ik hoop dat tenminste. Nu, voor die mensen zeg ik altijd, ga je brut sturen op glad wegdek? Best niet, ja. Nee. Ga je brut remmen op glad wegdek? Dus, luister goed, ga je brut alles van het gas nemen? Nee. De tip, de trick met een automaat, in hoeverre dat je het gaat doen, is het gas rustig terugnemen. Ja. Dat lijkt mij een moeilijke, inderdaad. Hè? Omdat uw instinctieve reflex zal ook zijn van... Alles van het gas. Ja. Klopt. Maar het is echt effectief een gigantisch verschil. Laat je los, dan heb je een veel, ja, logisch, brutere reactie dan wanneer dat je rustig van dat gas afgaat. En ook daar, mensen begrijpen, beseffen dat niet. De reden waarom, ik ga het misschien kort door de bocht vertellen, maar is het differentieel daarop, vooral achterwielaandrijvers, wel eens bokkensprongen of fishtailing, zoals we dat ook noemen, mooi in ons vakjargon. De achterkant van de wagen die dit begint te doen. Te slingeren, inderdaad. Begint te slingeren, dat komt door het differentieel. Vooral bij accoplaning en bij sneeuw. Mensen begrijpen dat niet. Allee, maar wat doet met een auto nu? Ik bedoel, dat ik een brute stuuractie en problemen kan ervaren, dat is logisch. Bij remmen ook. Maar nu, ik krijg gewoon rechtdoor, ik doe niks speciaal buiten. Ja, ik ben wel van het gas gegaan. En dan krijgt die wagen dus, achteraan dus die reactie. Als je ontkoppelt met een manueel, is dat heel snel geneutraliseerd. Met een automaat kan je op dat moment zeggen, ik zet hem in neutraal. Maar dat vind ik persoonlijk ook al niet meer zo evident. Maar je kan even goed, in de mate dat je eraan denkt en voorzichtig bent, rustig het gas terugnemen. Heel duidelijk, rustig het gas terugnemen. Veel mensen zeggen, ja, het gas lossen. Maar dat is dus het creëren van problemen. Hè? Absoluut. Het is niet evident om dat in de praktijk toe te passen. Zeker. Maar het is wel het antwoord dat ik je kan geven met een automaat. Ja, wat mij vooral opvalt ook, is hoe dicht rijbeheersing en veilig rijden en defensief rijden en correct reageren in noodsituaties en, laat ik het zeggen, performant rijden, hoe dicht dat bij elkaar ligt. Ik zal het even illustreren. Ik heb vorige week een presentatie meegedaan van Peugeot, van de nieuwe 508 PSE, dus de sportieve plug-in hybride. En ze hebben ons dan ook een paar rondjes op het circuit van Metel laten doen. En daar ging het ook over de gewichtsverplaatsing van bij het aanremmen, van uw neus duikt naar voren en hoe dat dan... Allee, de balans van de auto in feite. En het valt mij nu op, met dat je het allemaal vertelt... Ik was er mij al wel eerder van bewust, maar het illustreert nog maar eens hoe dicht dat bij elkaar ligt en hoe dat het neerkomt op wagenbeheersing, echt letterlijk. Hè. Maar het is grappig dat je het inderdaad aanhaalt en wij zijn niet dermate veel op het circuit actief. Nee, het is natuurlijk een nieuwe situatie. Hè? Het is grappige is, de snelste lijn, Wim, op een circuit is ook de veiligste lijn. Ah ja. Dus als jij je techniek goed toepast... die we net aan het bespreken zijn, en je remt correct, kijkt goed en je ideale lijn is goed. Een ideale lijn bijvoorbeeld is ook de zachtste bocht. Ja. Het traagste punt voordat je stuurt, is net voordat je stuurt. Dus zo zijn er verschillende tips en tricks dat ik kan meegeven, die aantonen dat effectief die veiligste lijn ook de snelste lijn is en vice versa. We zijn tenslotte op een circuit niet om traag te rijden. Hè? Dus, meestal niet. Tenzij je Wim Wennewoods heet, maar dat terzijde. Nee, maar traag rijden. Maar effectief, die liggen dicht bij elkaar. En in dat opzicht proberen wij ook altijd alles wat we vertellen met een funny touch, met een plezant verhaal, met
plezante momenten op de piste te vertellen, ook al is dat soms een, het is een serieus onderwerp, maar dat blijft gewoon veel beter hangen. Als dat plezant is, als mensen er fun bij hebben, dan blijft ook het defensieve karakter er veel beter bij hangen dan dat je de zure professor uithangt die zegt van de mode nu doen. Dat werkt niet. Nee, dat neem ik aan. Nu, we komen stilaan richting het einde van deze aflevering, maar ik ga nog eens klassiek afsluiten. Ik had vroeger een rubriekje waarbij ik een dilemma voorlegde en dan mocht jij het meest enerverende dilemma uit de raam uitflikkeren. Ik heb dat een tijd achterwege gelaten, maar ik ga het speciaal nog eens bovenhalen. Ja. Dus ik leg u twee mild irriterende zaken voor, omdat ik ervan uitga, er irriteert niks meer dan milde irritatie. Omdat dat meestal ook iets is wat je niet direct kunt verhelpen. Dat blijft altijd zo ergens sluimeren. Ja. En ik heb het een paar keer gezegd. Vorig jaar heb ik bij jullie zo'n reisstage mogen volgen. En ik herinner mij dus vooral het kijken, het blijven kijken, het denken aan de oplossing. Ja. Maar ik herinner mij ook, en daar zijn we toen mee begonnen, de zit- en de stuurpositie, dat die ook van groot belang is. En die hebben we vandaag nog niet aangehaald, omdat ik ze speciaal voor nu wou bewaren. En ik herinner mij dat daar twee dingen u mild enerveerden. Dat was namelijk het handje zo op het stuur, dus van boven in het midden erop en dan met één hand sturen. Schitterend. Of de rugleuning die echt schuin naar achter staat en waardoor dat je dus bijvoorbeeld bij het geval van een aanrijding voor uw nek is dat geen goede beweging. Dus welke van die twee rijhoudingen enerveert u het meest en wilde voor altijd zien verdwijnen? Dat is een moeilijke. Ik ben blij dat het een moeilijke is. Het zijn alle twee, sorry, maar nefast. Even de kijkers, even snel plaatsen. Handje hier, je gaat met een airbag je eigen nok uitslagen. Dus bij deze, please, lieve mensen, leer dat gewoon echt gigantisch hard af. Want de risico's zijn niet te overzien. Plus, je gaat ook heel gemakkelijk veel te bruut reageren op een plotse situatie. Omgekeerd, als je dan zo ligt in je auto en je hebt geen steun met je rug, is het risico aanwezig dat je in een bocht bijvoorbeeld en dergelijke, hoe zeg je het, onstabiel zit en te veel aan je stuur gaat hangen. Effectief, zoals je zegt, je hebt een accident, een kopstaartaanrijding, kopsteun of hoofdsteun staat te ver, dus je gaat inderdaad risico op een whiplash hebben. Wim, nu vraag je mij iets. Dat is geen gemakkelijke. Ik moet wel zeggen, ik heb het gevoel dat zo echt de extreem schuine rugleuning van de jaren 90, dat die zo stilaan wel verdwenen is. Maar er zijn nog altijd wel mensen die nog niet recht genoeg zitten. Allee, zo de echt achteroverleunen. Inderdaad. Ik heb het gevoel dat er wat uit is. Het is effectief om betere. Maar hoe zeg je het? Het is vooral het handje op 12 uur dat nog altijd vooral boven. Hoe zeg dat je het, de meest hardnekkige gewoon. De meest hardnekkige. En weet je waarom? Geen idee. Deze is best. Ik heb er ook zelf echt doordrongen aan het denken geweest over een wapenkeuze. Waarom doen mensen dat nu? Wel, één, ze zitten te ver van hun stuur en dat is hun kapstok. Hun handje op 12 uur houden, dat is een kapstok. Anders valt hun hand van het stuur af. Als je dat opzij, links en rechts, de ideale goede kwart naar negen positie zou houden, dan kunnen mensen het niet volhouden, want dan valt die hand eraf. En dus, snap je, ze zitten te ver en ze zoeken steun. En die steun, dat is vooral bovenaan. Of, wat je ook veel ziet, is met de duimpjes in het stuur. Ah, ja. Dat is nummer twee, kapstok nummer twee. Ja. En sorry voor de kijkers, maar het woord, ik zal braaf blijven deze keer, maar de laatste positie is gewoon helemaal onderaan. Het is toch vermoeiend, autorijden. Maar dat is gewoon puur omdat ze hun ellebogen, links en rechts, geen steun geven. Ja. Dat is het spijtige eigenlijk. En daarom, dat handje bovenaan op 12 uur om steun te zoeken. Wel, ik wou net zeggen, ik heb het gevoel dat u dat nu al een beetje aan het enerveren is. Het feit dat ik dat aanhaalde, visualiseer het u en ik zie inderdaad volledig. Ergernis bovenkomen. Dus ik stel voor dat we die voor eens en voor altijd verbannen. Ja. Alright, Scott, dan denk ik dat wij volledig rond zijn voor deze aflevering van Roadtrip. Ik wil u geweldig hard bedanken voor de tijd. Ik ben heel blij dat het eindelijk gelukt is om u te pakken te krijgen en gezond en wel te zien. En ik hoop dat wij elkaar binnenkort nog eens in levende lijven kunnen terugzien achter het stuur.
Geweldig. Op een testterrein is te landen. Wim, ik ben vereerd om hier vandaag van jullie te mogen spreken. Dus, wel, voilà, het was met heel veel plezier. Succes heeft voor de kijkers en ik hoop echt dat ze iets aan deze tips overhouden. Ik hoop wel, voilà, en bij. Zeker en vast als ze gewoon interesse hebben om het eens echt aan de lijve te ondervinden, dan denk ik dat ze gewoon... Ik neem aan dat het jesco.be is waar ze alles kunnen terugvinden. Absoluut. Ah wel, voilà. Dat zullen wij dan bij deze ook meteen aan de beschrijving van deze aflevering toevoegen, zodat iedereen het makkelijk terug kan vinden. Scott, geweldig hard bedankt. Iedereen die vandaag gekeken en geluisterd heeft, ook geweldig hard bedankt. En over 2 weken zijn wij er weer met een nieuwe roadtrip. Tot dan!